Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Wolfenstein The New Order. Het gaat hopelijk weer een hele leuke aflevering worden, maar pas op, val niet van je stoel van het lachen, want dan ga je dood. Tenminste, wat is hier anders gebeurd? Verder nog één kleine tip, er staat hier een bordje met Hygiena Dotsky Wazatsky. Dat staat waarschijnlijk voor na plassen handen wassen, tenminste dit lijkt op wassen. Dit is hygiëne, dit is weet ik veel. Er kwam letterlijk speeksel uit mijn mond en dat ligt momenteel op mijn toetsenbord. Dus ja, Wolfenstein The New Order. Jammer dat je zo'n mooie game moet zien op zo'n slecht gamekanaal. Ik noem mijn kanaal vaak slecht, want ik hou niet van zeggen, oh, ik ben de beste gamer. Sommige mensen doen dat wel. Ik ben heel jaloers op jullie, dat jullie dat durven. Ik durf mezelf niet goed te noemen, want als mensen het dan slecht vinden, ja, dan hang je. Maar als ik zeg, hey, dit is kut, en mensen zeggen, nou, valt wel mee. Kijk, dat is fijn. Weet je, dat vind ik fijn. Ik ben ook wel op een bepaald niveau slecht, want ik krijg best wel veel mailtjes van YouTube/Google met tips om je kanaal beter te maken. Volg deze handige tips. En echt iedere tip die zij geven, volg ik niet. Omdat ik het kut tips vind. Ze geven bijvoorbeeld als tip, om een succesvolle YouTuber te worden, moet je altijd positief zijn in je video's. Altijd blij. Dat merk je bij die Amerikaanse vloggers, ook iedere Nederlandse beautyblogger ooit alleen maar. Hey guys, ik ben zo blij. Oh, ik heb dit mooie jurkje. En het ruikt misschien naar kak, maar het is wel lekkere kak. En ik hou daar niet van. Ik wil gewoon lekker kunnen zeiken in mijn video's. Maar dat kost je blijkbaar kijkertjes. Jammer, jammer. Verder, een tip die wel misschien op te volgen is, je moet persoonlijke dingen delen met je kijkers. Dat merk je ook, bijvoorbeeld als YouTubers een coming-out video maken van hey gasten, ik kom uit de kast, oh ik ben zo gay. Dat soort video's zijn natuurlijk best tof, dat die mensen dat doen en dan een beetje huilen. Maar de meeste YouTubers die uit de kast komen, krijgen daarna een gigantische stijging in abonnees. Waarom? Dan kom je heel eerlijk over van oeh, hij geeft toe dat hij homo is. Dan is het vast een hele eerlijke, betrouwbare YouTuber. Dus, ik ga ook een persoonlijk verhaal vertellen. Ik heb namelijk vandaag mijn hele broek vol gekakt. Dat is echt waar en persoonlijk. Ik dacht, nou, wat mooi. Wat mooi. Echt waar en persoonlijk. Ik heb namelijk gisteren, grappig, een voedselvergiftiging opgelopen. Woep. Ja, persoonlijke verhalen. Sorry, ik kan niet uit de kast komen. Maar er kan wel wat uit mijn kont komen. Dit is echt een legendarisch verhaal. Het is namelijk voedselvergiftiging met een klein laagje karma. Ik had namelijk school om 9 uur. Iets wat heet een laptopcollege. En een laptopcollege is letterlijk een college waar je shit doet op je laptop. Gewoon een beetje sommetjes maken in Excel en zo. En dat laptopcollege duurde 4 uur lang. En ik denk, ja, fuck die shit. Ik kom wel gewoon na 2 uur binnenlopen, weet je wel. Begon om 9 uur, ik kom rond 11 uur wel binnenlopen. Doe ik gewoon een beetje extra mijn best, dan komt dat laptopcollege vast helemaal goed. Dus, ik was iets voor 11 op Amsterdam Centraal. Want ja, ik studeer toch echt in Amsterdam. Dan moet je toch vaak naar Amsterdam Centraal. Toch een handige manier van reizen. Daar kan ik niks aan doen, dat is ook niet het karma gedeelte. En op Amsterdam Centraal is een legendarische zaak genaamd de Dunner Company. En wat de Dunner Company doet, is een bedrijf die dunner verkopen. En ja, hier komt het karma gedeelte. Ik ging om 11 uur 's morgens een broodje dunner halen. Terwijl mijn medestudenten druk in Excel aan het kutten waren. Dus ik haal een lekker broodje kip. En de kip smaakte al een beetje naar, ja, flubberig. Heel, het is heel moeilijk te omschrijven, maar een soort gelei. Alsof de kip rauw was. Maar ik had zoiets van, ja, ik heb fucking echt geld betaald hiervoor. Hé, hey, wat wil jij aan het doen, Anja? Doe eens niet. Waarom lig je op de grond met je bloedneus? Ik heb zoiets van, ik heb geld betaald voor dit broodje kip. Ik ga het opeten. Dus ik zat dat broodje kip in mijn bek. Het was minder lekker dan normaal. Maar hey, ik zat al in de trein onderweg. Ik ga niet mijn trein omkeren. Nog later komen om tegen die Turk te zeggen van hey, mijn broodje dunner is kak. En ik had hem toch al opgegeten, want ik had honger. Ging best goed. Laptopcollege, lekker kutten in Excel. Dat ging best goed. Daarna had ik een hoorcollege. Dus eigenlijk gewoon een hele grote bioscoop. Met een man die praat. Dat is een hoorcollege. Gewoon je bek houden, aantekeningen maken over scheikunde. En dat deed ik. En toen opeens was het niet meer de docent die aan het praten was, maar mijn maag. En toen wist ik dat ik een kutleven had. Ik heb wel eens eerder een voedselvergiftigingetje gehad of iets in die richting. Maar dan was ik gewoon thuis. En dan kon ik gewoon lekker diarree op de wc, douchen en alles komt goed. Zoals nu ook alles goed komt, want ik heb een nazi door zijn keel gestoken. Dat is schattig. Alles komt goed, weet je wel. Zo leven we nog lang en gelukkig.
Alleen, ik was nu in Amsterdam en ik woon daar niet, dus ik zat al in die les, midden in de les. Het is best wel klein, een bioscoopzaal-achtig ding, dus als ik weg zou gaan, dan zou het, toch nog 2 uur duren voordat ik thuis was. Ik denk, fuck it, ik ben helemaal naar Amsterdam gekomen voor dit college voornamelijk. Dat laptopgezeik boeit me niks. Ik ga hier verdomme zitten ook. En ik stier van binnen. Ik kreeg het benauwd. Mijn darmen. Het begon al een druk in mijn broek op te bouwen. Ik heb het hele college uitgezeten. Ben naar huis gegaan. En had me daar toch echt zo'n brandende spettenpoep. En het probleem een beetje is bij mij. Na diarree. Ik weet niet of het hashtag herkenbaar is voor jullie. Voel ik me al heel smerig. Ik ben al smerig, joh. Maar als ik zeg maar zo'n brandende diarree aan mijn anus heb. Dan moet ik even douchen. En ja, het kutte is dus nu dat ik vandaag al 4 keer gedoucht heb. Gewoon, poepen, goor, douchen, ik moet weer poepen. En dan, ja, dat doe ik dus nu de hele dag. Nou, dat is mijn persoonlijke verhaal. Oh Rick, heb je meer van dat soort verhalen? Nou, er was een fase in mijn leven waar ik erachter kwam dat ik ananas heel lekker vond. Gewoon een ananas kopen in de winkel, open. Oh, een nazi in mijn kofferbak. Ananas gewoon kopen in de winkel en opeten. Lekker, lekker, lekker. En dat deed ik dus. En toen heb ik dus een keer een niet rijpe ananas gekocht. Ja, en toen heb ik die opgegeten. En daar krijg je dus hele erge diarree van. Lang verhaal kort. Sla nazi zo in zijn gezicht. Ik heb nu wel het gevoel alsof er iets meer respect is naar mij toe. Ik ben die jongen die zijn hele broek volkakt. En toch een Wolfenstein video maakt. Als dat geen like waard is, dan weet ik het ook niet meer. Waarschijnlijk zijn mijn video's dan gewoon kut. Het is 1960. Wat? Hij is helemaal niet ouder geworden. 14 jaar. Er zijn mensen die dit kijken. Die zijn misschien 14 jaar. Represent. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more. Dit is best wel een coole scène. Ik leer dus van een stel van een Poolse familie dat de nazi's gewonnen hebben. They won. It's over. The nazi's rule the world now. They are everywhere. Het is echt vet. What about the US? USA. Plat gebombardeerd waarschijnlijk. Put that shit. Oh, overgegeven. Nou, overgeven, dat doe ik zo vaak in de wc. Eyo! Nukes. De boom, yes! Toch wel een atoombom, dat is beter. Ja, atoombom op je land zijn wel minder. Nooit een atoombom op mijn land gehad, maar ik kan me er wel bij voorstellen. Wow, rustig oma, laat me lekker mijn ding doen. En dat is niet cool, oma. Weet je, dat jij nou zo'n gek theedoek op je hoofd hebt, betekent niet meteen dat je allemaal mag zeggen wat ik wel niet mag doen. Je bent niet eens mijn echte oma, Poolse nep oma. Oh ja, ik heb trouwens een badjas aan, omdat ik zo vers uit de douche kom. Fresh out of the shower, je favoriete YouTube commentator. Of misschien één van je favorieten, er zijn zoveel gamers op YouTube. Als jij deze video tot 8 minuut 12 kan kijken, sta ik vast wel ergens in je favorieten. Of je vindt deze game heel leuk. Dat mag ook. Oh, zit een nazi in mijn kelder. Dit is echt een droom. Ik sla hem met mijn penis en ik geef hem mijn syndroom. Het syndroom van die broek poepen door broodje dunner dat niet goed is. Yeah, 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 yeah. There is no point in keeping me here. Oh, jawel. YouTube views, mijn beste man. Ik sla je kapot voor de views en het is geen prank. Kan ik die haak misschien in zijn bek stoppen? Ik hoop het. Ja, wel een trofeetje. Een gouden horloge. Ik steel gewoon een gouden horloge van mijn Poolse opa en oma. Dat kan gewoon. Oké, wat nu? Wat is de volgende stap? Er moet iets gebeuren hier, gok ik. Is er toevallig nog iets in deze schuur? Oh, een kettingzaag. Nou, vooruit dan maar. Niet splatter protection. Stel je wil een nazi kapot maken met een kettingzaag. Wat smeer je dan over je gezicht heen? Een mooi krantenstukje. Hartstikke mooi. Er ligt hier ergens iets wat ik aan kan doen. Een heel mooi... Ah, in dit leuke kleine kastje. Misschien moet ik eruit komen voor de views. Verder, misschien klonk een beetje negatief. Je mag voor mij best op YouTube uit de kast komen. Als je ook echt gay bent. Het gaat sowieso een keer gebeuren dat iemand op YouTube uit de kast komt. Huilend. Wel, van, ik heb hier zo lang mee rondgelopen. Zoals alle YouTube coming out video's. En dan gewoon helemaal niet gay zijn, maar gewoon gay voor de views. Goeie titel voor deze video. Gay voor de views. Wow, dude, steek me niet! Fuck jou, echt!
Echt, fuck jou. Ik wil gewoon even jou dood maken. Jij helemaal zo steken met een schroevendraaier en zo. Schroevendraaiers zijn voor schroeven, lul. Dit is fucking badass. I'm gonna ask you one question. You are gonna answer that question in a way. This is so cool. Satisfactory. And if you do not, I will saw your head off with this here appliance. You hear me? Okay. Jawohl. So here it comes. Where are people keeping the captured resistance fighters? I don't know. I don't know what you're talking about. Ja. Waarschijnlijk, ik kan best begrijpen dat die man het niet weet. Oh, doe mijn kettingzaag het niet. Dat is jammer. Ga maar lachen, nazi. Nou en? Jij zit vast in een stoel. Je moet je bek houden. Oh. Dit is zo cool. Dit is ook wat ik graag wil doen als ik helemaal een kelder heb. En een nazi met een ooglap. En een kettingzaag. Dit zijn goals, dames en heren. Lijkt me echt minder. Als je met je nek zijn wordt opengesneden met een kettingzaag, lijkt me toch minder. Stiekem. Eisenwald prison. But you'll never make it there. Checkpoints everywhere. Looking for you under nurse. Hij heeft wel een lelijk gebit, weet je wel. Ik weet niet wat de tandartskosten zijn in Duitsland. Maar als je nog een keer daar in de buurt bent, doe er wat aan. Later, Dave. Zo, mooie jas. Dankjewel, nep opa. Je voelt als een echte opa, maar dan nep. Ga naar Pools praten dan. Ben je Pools of zo, opa? Ja. Oh, dat wist ik niet. Kus me, opa. Kus me voor de views. Yep. Is goed. Ik begrijp het. Ik kus je voor die views. De sappige views van de lichaamssappen. Let's go to Berlin. Oké, is goed. Ik ben ook wel eens in Berlijn geweest. Was leuk. Zo, we vormen nu een soort heel cool plus teken. En als je het 45 graden draait, is het een X. Super cool. Met z'n allen in de auto. Op vakantie naar Berlijn. Daar gaan we nazi's doden. Oh, wat is het leven fijn. Ik hou Anja's hand vast. Oh, wat hebben we een lol. We batsen in de achterbak. Yeah. Vette shit. Hey. Alarm. Ho, 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 ho. YOLO. Jemig, dat is een YOLO. Pak maar mijn hand. Stel niet te veel vraag. Maar waarom dan? Nee, niet. Zo, dankjewel, Pols opa. Ik zie het dat de rode not safe is. You kill the Nazis, I stay in car. Ja, lekker een makkelijke taakverdeling. Lekker blijven liggen, Anja. Ga helemaal lekker een boterham smeren daarachter. Dat kan helemaal niet. Zijn er wel geen boterhammen daar, joh. Kill everyone. Nou, dat is een hele makkelijke opdracht. Ik kom net uit... ik heb jarenlang niet gelopen. Ik kom net vers uit een gekkenhuis. Maar als jij zegt, nou maak iedereen dood. Ik heb toch niks beters te doen, weet je wel. We kunnen proberen te sneaken. Gewoon om even te kijken hoeveel seconden ik die shit volhoud. Pak je zomaar je mes en dan zoek je een nazi en dan steek je hem dood. Dat is ongeveer hoe sneaken werkt in deze game. Het moeilijkste gedeelte is de nazi's doodsteken zonder dit te zien dat je ze doodsteekt. Maar daar komen we zo meteen bij. Dus even kijken, er is hier vast wel een... Ik zag hier net een nazi meneer lopen. En die wil ik wel even doodsteken als het even kan. Daar is er eentje. Ik steek hem in zijn rug. Heel snel en heel vlug. Oh, wat jammer. Moest dat nou? Ja. Oké, dat is één dode natie. Wie houdt de tel bij? Niemand, want dat boeit niet. Oh. Zit dat dus zo? We kunnen hier even naar binnen gaan. Ik maak dat stop wel even open. Denk ik. Het is een hele kutsloten, maar het is wel een geinige manier van lockpicking. Het is in ieder geval haalbaar en je snapt wat je moet doen. Zijn er toevallig nog boze naties hier binnen? Beetje raar, waarom zou je binnen zitten en de deur op slot doen? Maar hey, I won't judge. Waarom moet ik dan naar binnen van de game? Er is vast iets te doen hier. Oké, wapens, wat stielhandgranaten. Hartstikke mooi. Wat leuke tekeningen in het Duits. Waarom moet ik deze deur nou ook openmaken? Is dit gewoon, wat is het nou voor rare kakpuzzel? Hé, hey, als jij dat wil. Tuurlijk. Ik heb geen idee waarom de game wilde dat ik dat deed. Oh, er is wel een ladder naar het dak. Waar is het feestje? Ik weet niet. Help. Oh, Rick, you so funny. Oh, er is iets in deze toren. Misschien steken we een nazi dood in de toren. Het is zo hoog, niemand zal hem ooit horen. Oeh,
dit is wel een mooie. Ik weet niet wat het is, maar ik neem het mee. Een Marksman Rifle. Is dat een snipertje? Weet je, ik heb wel tijd voor een sniper. Zit er ook een beetje een silencer op, of dat niet dan? Ik kan die gasten maar vanaf hier zo... Pat! Zo door zijn kop! Oké, daar ging wel een alarm af, maar... Hey, YOLO. Hey, doe eens niet, jongens. Kom op. Waarom weet je zo meteen dat ik hier zit? Ik probeer gewoon even wat nazi's dood te schieten in rust. Weet je al, 1000% sneak was ik aan het wezen. Gaan jullie zo lopen doen? Weet je, ik vind het ook niet erg. Ik kan het hebben. Ik zit hier lekker in mijn hijskraan. Zoek hem eruit, bitches. Boop. Oh, wat jammer, je bent dood. Jij doet niet meer mee. Oh, hey, een robot. Robot, bitch. Oh, kak, robot. Nee, please, help. Oké, en de robot vliegt weer weg. Hartstikke gezellig. Er zijn wel redelijk veel nazi's ook hier. Het is wel handig als ik ze nu allemaal doodmaak vanaf hier. Vanuit het heerlijke overzicht van deze toren met mijn sniper. Als al deze gasten dood zijn, heb je meteen het halve level uitgespeeld. Want ja, super moeilijk zo'n level als er geen nazi's zijn om die je dood kunnen maken. Dus ja, dat scheelt wel. Waar komen ze ook vandaan, joh? Mij maakt niet uit als ze maar doodgaan. Hotse, vlotse. Daar staat er nog eentje te chillen. Het is best moeilijk, nazi's spotten, want ze hebben van die hele coole camouflagekleding aan. En ik heb er maar 2 kogels, maar behalve dat gaat het best lekker, hoor. Mis. Weer mis. Oké, ander wapen. Ander wapen, zelfde strategie. Heel veel schieten. Ja, die turrets zijn kut. Oké, dat is weer een dooie. Kan ik hem raken vanaf hier? Ja, dat kan wel. Oké, mooi. En jij ook. Woe! Ik heb geen idee waar die explosie vandaan kwam, maar dat was awesome. Woep, woep! Ook sta ik echt op het dak. Wat nu? Hey, dat ding kan ik wel gebruiken. Glij even lekker naar binnen. Hey, een nazi. Die steken we even dood. Hoja! Nee, ik steek jou dood. Niet andersom. Dankjewel. Oh god! Ik steek ook jou dood. Als het even kan. Er is nog een nazi hier. Oh, wat is die gast? Hij rende heel raar naar binnen. Oh, kut. Alles is leeg. Ah! Kut! Nee! Stop! Niet cool, bro! Dankjewel voor het kijken van deze aflevering! Bleh. Dat was intens. Denk ik. Was het intens? Ja, ja, was al intens, Rick. Nou, mooi om te horen. Dat was weer een leuke aflevering. Ben ik hier weer? Ik begin de volgende aflevering wel eventjes, zeg maar, daar. Het scheelt weer tijd, geld, money. Dankjewel voor het kijken. Eet nooit bij de Dunner Company. Ik wil mijn geld terug. Dat was 4 euro of zo. Ik hoef geen sorry voor de diarree, maar mijn geld terug is wel cool. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doe even een duimpje omhoog als je ook wel eens diarree hebt gehad. Of er zin in hebt. En dan zie ik je de volgende aflevering gewoon weer. Later. Doei.